Echte Star Trek, joh. Hè? Op 27 en 28 juni hier komend. Hè. Dus dit, ja, dat is wel zo wat. Ik zie niet aan de zonstelling tot de jongens hier vandaag. Met onder aanvoering uiteraard van de start nummer 2 van Etienne Bast. En Jasper van Kasper Stubbelings. Voorsprong, ja, die blijft wat 3 seconden op een uitsteek. En we zijn benieuwd ook, hè. We zijn benieuwd naar de combinatie van Ben Adriaans en Ben van der Pagaar. Kunnen ze tot die aansluiting verkrijgen? Om door te stoten naar die kopmannen, hè. We zijn benieuwd. Het is goed dat de stand aan de plaats is van Ben van der Pagaar. Ja, die achterstand. Die achterstand bedraagt toch wel 13 seconden, hè. Plaats 4 nog steeds de stand van Hobart, hè. Uitstekend. Op de goot krijgen we dan start nummer 35. Philip op de beest met een van der Rijn. Ik denk dat ja, schitterend hè. Schitterend de multi-eers. Voor de stand inmiddels naar plaats 6. En we kijken naar de troon. Dus het kan de halve kant uit, jongens. In deze eerste race van de categorie per zijspannen. Ik heb het eigenlijk opnieuw aanmelden. Hij moet het wel eens. Om te zware. Om te zien. Had
dat is toch bijzonder snel, hè, jongens, in deze categorie der zeilspannen. Maar ik heb de indruk, jongens, ik heb de indruk dat de man op plaats 3, ja, dat Adriaansen, dat dat van de Bogaert, die langzaam maar zeker, die achterstand aan het voetmaker is, hè. Dan gaan we het even aanchecken op 11 minuten plus 1 ronde van het einde. Door toch nog steeds van Eetje Max en Stippeling op 1, 2, door Daniel Willemsen en Roddy Bas en op 3. Ik heb mijn auto.